Goedenavond, beste medewerkers van de pers. KSKS de Roeselare geëindigd op 0-1. Bij mij traditiegetrouw de twee trainers. Voor Roeselare is dat Frankie van der Elst. Voor KSKS is Boschaerts. Zij zullen hun mening geven over deze partij. En ik geef natuurlijk eerst het woord aan de bezoekende trainer, Frankie van der Elst. Dank u. Uiteraard heel tevreden met de overwinning. De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd wat speciaal. Hè. Iedereen is wat nerveus. Je weet wel min of meer waar je eigen ploeg staat. Maar je hebt nog geen zicht op de sterktes van de andere ploegen. Dus dan is het altijd een beetje afwachten hoe dat je zo aan een competitie kunt beginnen. Dus vandaag, nu, na de wedstrijd kunnen we zeggen dat het voor Roeselaar uiteraard een goed begin is. Met een overwinning op verplaatsing. Bij een ploeg wat traditioneel. Ik heb het een aantal jaren geleden meegemaakt en ik heb het wat blijven volgen de afgelopen 2 jaar. Waar het toch altijd moeilijk is om te komen winnen. Dus daar zijn we in geslaagd en daar zijn we uiteraard heel tevreden mee. Wij hebben gekozen van in het begin van een organisatie neer te zetten waar we ons trachten hebben aan te houden de ganse wedstrijd door. Een beetje de bal gelaten aan hijst, vanaf de middenlijn. Daar ons blok gezet en dan gerekend dat we de tweede bal konden oppikken en zo via de omschakeling trachten gevaarlijk te zijn. Goed, dat is er natuurlijk niet altijd uitgekomen, maar zo nu en dan waren we wel gevaarlijk. Net als dat Heist zijn kansen heeft gehad. Ik herinner mij de eerste helft, de bal van Webers, een bal achteruit, toen ook in de omschakeling zei. Een bal achteruit die hij net naast de paal duwt. Dus daar had 1-0 kunnen zijn. Maar ik denk dat wij de eerste helft ook 1 of 2 mogelijkheden hebben gehad. Dus wat dat betreft. En ook in de tweede helft was het, wat kansen betreft, was het natuurlijk wel wat verdeeld. En op een bepaald moment komen we 1-0 voor. Konden onmiddellijk nadien. Een kopbal van Tom Raas buitenkant paal. Daar had het 0-2 kunnen zijn. En misschien op dat moment de wedstrijd beslist. Zolang dat het 0-1 is, blijft het opletten. En hij heeft ook, ik weet niet, kopbal van... op dat moment stond hij linksbak, Van den Berg is het dat, die er net naast ging. Ja. Als die bal er dan in gaat, ja, dan is het uiteindelijk 1-1. Maar goed, wij laten zeggen dat we op het eind van de rit de gelukkige waren. Die een deugddoende overwinning heeft behaald. En, dus wij kunnen nu met een goed en blij gemoed terug naar Roeselaar. Oké, dank u wel voor deze analyse, Frankie van der Elst, en proficiat met de zege. Dan geef ik nu het woord aan Cees Boschaerts, trainer van KSK Heist. Ja, proficiat aan Frankie en aan Roeselare. Een betere ploeg dan verleden seizoen. En met Frankie van der Elst in zeer goede handen. Ook een correcte analyse van mijn collega. Ik denk dat het daarop aankomt in zulke matsen die kantje boordje zijn, dat je de kansen die je krijgt, dat je die dan ook afmaakt. En dat hebben we vandaag niet gedaan. Iedereen heeft keihard gewerkt. We hebben zeer goed in organisatie gespeeld. We hebben weinig kansen weggegeven. En zoals Frankie beschrijft, hebben we ook een aantal kansen gecreëerd. De beste kans was voor Bart Webers de eerste helft. Een prachtige aanval, voorzet van Van den Marlieren. We waren ook heel goed aan die match begonnen met voorzetten van Bart Webers, van Bart van den Broek. Het ging goed, dan herstelde Roeselare heel vlug het evenwicht en had soms het betere van het spel ook. Zijn technisch heel goed, heel sterke driehoek in het middenveld. Terechte ruststand en dan na de rust denk ik dat de 60ste minuut wel het cruciale punt van deze wedstrijd is. Het kantelpunt, de flinterdunne lijn tussen met 1-0 winnen of 0-1 verliezen. Ik denk dat die ligt op de 60ste minuut. Een gemeten voorzet van Pieter Beckers en Ruiz die net naast kopt. Ik denk dat het een kans is die hij in gelijkaardige omstandigheden dikwijls scoort. En vlak daarop krijgen we dan die goal. Een prachtige voorzet. Saoudi die goed infiltreert door het centrum. En die bal streelt. En in de verste hoek gaat de bal binnen. Inderdaad dan bijna 0-2. Maar dan krijgen we toch nog een kans op de gelijkmaker. Een goede kans. Weer een voorzet van Pieter Beckers. En kopbal van Jan van den Berg, die ook naast gaat. Dus we hebben onze kansen gehad. En als je niet scoort, ja, dan krijg je het deksel op de neus natuurlijk. En dan verlieer je zulke wedstrijden die heel close zijn met 0-1. En dat is echt een zure appel om door te bijten.
Ik moet nog zeggen, gewoon de vervanging van Gwen Jacobs, dat hij echt met een duivenei groot een bloeduitstorting boven de wenkbrauw had. Dat het zeer moeilijk was voor hem. En dat de invalbeurt van Pieter Bekkers heel goed was. Maar misschien hebben we daar een klein beetje uit onze organisatie gaan lopen. Je zag dat een beetje bij de tegengoal. Voor de rest weinig weggegeven. Maar die fatale treffer, ja, die komt aan zijn mokerslag aan.